Oosterwijk en ik ga op bezoek bij de bijtjes. Vroeger hadden wij ook twee kassen in de tuin staan, maar toen was ik alleen geïnteresseerd in de honing. Misschien kan onze impro daar verandering in brengen. Hij laat ons vanmiddag de fijne kneepjes van zijn vak zien. Ik heb twee keer per jaar Koningendag. En dan ga ik de koningetjes merken. Maar daar gebruik ik nu mannetjes voor, darren. Ik zal even laten zien hoe dat gaat. Een beetje lijm. Dan pak ik zo'n merkje op. Die plak ik op het koningenkopje. Wie wil hem hebben? Er is verder van alles te doen. Je kunt je laten sminken, een kaars maken van bijenwas, met vers geplukte bloemetjes je eigen parfum samenstellen en nog veel meer. Lekker! Wat doet dat bijtje daar? Die doet de kwispeldans. Die heeft stuifmeel gehaald en die vertelt nu aan de zusters rondom haar waar ze het gehaald heeft. Ik zal je zo direct zien dat er een bijtje die dat gezien heeft naar buiten gaat en die gaat het ook halen. Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ik heb een kaars gemaakt en ze hebben een verhaal verteld. Bosparfum gemaakt, ik ben bij de Imke geweest. Ik heb ook nog de bijendans gedaan. Het was een hele leerzame dag vandaag. De imker kon namelijk ontzettend boeiend vertellen over zijn bijtjes. Maar het interessantste of in ieder geval het lekkerste blijft voor mij toch de honing. Dus die gaat mee naar huis vandaag. Wil je ook een keer op bezoek bij de bijtjes? Kijk dan op de site bij de activiteitenkalender voor meer informatie.